De FHR Limapo Institute for Social Studies, FHR, en de Arthur Lockjack Graduate School of Business van de University of the West Indies zijn van plan te fuseren. De fusie slaat aan bij het streven van de University of the West Indies naar een breder internationaal profiel. FHR-directeur Hans Limapo typeert de samensmelting van de twee onderwijsinstellingen als een voorbeeld van vruchtbare regionale institutionele integratie. Met de fusie wordt getracht om samen, onder meer wederzijdse middelen, kennis, faciliteiten en programma's zo goed mogelijk te benutten, verduidelijkt Limapo tegenover onze nieuwsdienst. Hij benadrukt dat er met de fusie geen wijzigingen komen in het management en de naam van FHR. Aan de fusie is een jarenlange samenwerking vooraf gegaan, zegt de FHR-directeur. In 2012 zijn we toen begonnen met wat samenwerking, wat zaken samen te doen, wat rapporten samen te schrijven, wat programma's die zij hebben hier naartoe te halen. We hebben bijvoorbeeld een masterprogramma van hun dat we hier doen. Maar een volledige fusie kon niet plaatsvinden, omdat we eigenlijk deel worden van de UWI-familie via Arthur Lockjack. Dat is hun business school. En wij hebben twee bijzondere dingen ten opzichte van de business school van Arthur Lockjack. Ten eerste, wij hebben een undergraduate school, een bachelor school, en daar staat u nu met 1000 studenten. En dat is best een hele asset, dat is een heel goed ding. En ten tweede, wij hebben eigen internationale accreditaties. En dat heeft UWI niet. Dus wij dragen eigenlijk best een grote bijdrage in termen van standaarden en in termen van de bacheloropleidingen. De fusie zal per 1 januari 2019 een feit zijn. Er zal dan een breder aanbod aan vooral studies op bachelorniveau ontstaan, zegt Limapo. We beginnen in de loop van de komende 2 jaren met waarschijnlijk 4 of 5 masterprogramma's die UWI heeft, die Arthur Lockjack heeft. Dat zijn geen wetenschappelijke masters, maar praktischer georiënteerde masters. In Nederland zou men ze HBO-masters noemen en geen research-masters. Die zullen, omdat u dat ongetwijfeld wil weten, die zullen korter duren, die zullen minder kosten. En die zijn voor de studenten die niet de meest briljante zijn dat toch een goede mogelijkheid om een masters te krijgen. Dus we gaan het veld waarin we werken wel uitbreiden. We hebben, UWI heeft niet op alle disciplines gespecialiseerde docenten, maar op sommige gebieden wel. Daar zullen we gebruik van maken. En, vind ik erg belangrijk, is de reikwijde in onze studies van het Engels gaat groter worden. Ik geloof gewoon dat voor dit land het beste is dat we veel meer Engels leren en Engels praten dan we tot nu toe doen. FHR-directeur Hans Limapo over de aanstaande fusie tussen de FHR Limapo Institute for Social Studies en de Arthur Lockjack Graduate School of Business van de University of the West Indies.